Nou, we zijn hier bij de boerderij van Hermans Dijkstra in Wolle. Een grote historische boerderij van de Graanrepubliek. Ik kan wel zeggen, een grote graanboerderij, maar een hoog rijk versierd. Hij is gebouwd in 1858. In de mooiste, welvarende periode, de Champagne. Nou, die boerderij die is van de stichting, want de stichting is opgericht door de dood van Pieter Rijnt. Die heeft het Noordoord aan die stichting. En die wilde grote woorden voor het dorp de Wolde. Nou, die stichting die heeft die boerderij dus in ontvangst genomen. Het was een keer de hoofdvolger. Maar hij is allemaal gerestaureerd. En nu is de boerderij verpacht aan horecabestemming. Als horecabestemming. Maar het is nu vakantietijd. En nu hebben we de boerderij openstaan voor bezoekers. Thank you.
Dat zou wel, maar dat is al te laag. Wat is hier zo warm? Waar heb ik u het pistool een beetje aanschoot? Ik? Ja, van de melk. Ja, van de melk moet je er ook van. Maar we is toch geen alcohol nuttig? Ik weet van niks. Hé, hey, en doe hem, moest ook nog wat anders mee? Ja, ik hoor een beetje te drinken, hoor. In de sorry. Ja, sorry. Ja. Ik denk van om je wel, maar vrijdag verneem je het wel. Ik heb al noteren lang dat je denkt. Als je vrijdag bij mij komt om salaris, dan zal ik je wel even vertellen nou de stand van zo'n ook nog eens doen. De schaffel er zit bij. Daar wil ik maar even zeggen, dat rij alleen in Elmore. Het is toch wat. Port, verdikken de personeel tegenwoordig. Daar ligt voor iets in bouwmaat en niks. En dan moet ik zorgen dat bouw draait, alsjeblieft. Nou, ik heb ze eerst weggejaagd. En dan moet ze maar kijken, ze verneemt vanzelf. Deze is ook van wie? Ja, die is ook van. Ja, die heeft hij ook. Die staat er wel heel leuk bij.